Ja, Jannie moet altijd lachen. Vraag me niet waarom. Hij lacht altijd. Ja, daar zijn we weer. En dan vragen mensen ons altijd, hoe is het nou toch achter de schermen bij Heel Holland Bakt? Want u ziet altijd de ingang van de tent natuurlijk, of het interieur van de tent, waar de bakkers allemaal staan te bakken. Maar daaromheen gebeurt natuurlijk ook nog van alles. Gaan we even kijken. Kijk, dit is de cabine van de crew. Nou ja, hier zit normaal, ja, het is niet zoveel te zien, het is verder het is een ruimte, zal ik maar zeggen. Hè. Zie je zo, bij de tent. Misschien is het een beter idee om eerst even naar de jurytent te gaan. Kijk, hier is het jurytentje. Daar zitten Jannie en Robert altijd in. Het is toch wel leuk om het zo... Oh, jullie zijn er al. Oh, kijk, dit is het tentje. Het ziet er op het scherm altijd heel gelikt uit. Dat je denkt, oh, een mooie tent. Maar het is een beetje een bouwval. Moet nodig vernield worden. Dit is de ingang van de tent. Ik zal er niet weer in rijden. Jannie en Robert zitten niet achterin, dus. Hoe lang nog, André? Weinig leuk aan. Nou, dit is de tent. Hier lopen we altijd naar binnen toe. Klinkt een beetje als binnen toe. En dan zijn ze hier net bezig. Moeten wel voorzichtig lopen, want ze zijn bezig met de zogenaamde beauties. Dus dan maken ze de taart, mooie shots van de taart, dat die even mooi rond kan draaien. En dan hierachter, want hier, kijk, is het noodaggregaat, of niet het noodaggregaat, maar dit is een verdeeldoos. En dan loopt daarachter, zie je die kabel lopen daar in het bosje, daar, heel vaak, daar staat het aggregaat. Af en toe komt er rook uit het bosje. Dan denken wij, gaat in brand, maar dat gebeurt natuurlijk niet. Kijk, daar zie je dus in de verte hoe ze de... quotejes maken, hè? Dan zien we het een beetje van dichtbij. Daar staat Robert. Robert is nu aan het woord. Het is natuurlijk belangrijk wat er allemaal gezegd wordt en allemaal tips die ze geven natuurlijk. Zeg gauw van slag af hoor. Als je maar doet, zeggen ze, oh, geluid. Moeilijk volk. Jannie moet altijd lachen. Vraag me niet waarom. Ze lacht altijd. Misschien wel leuk om even te zien, hier aan de rechterkant hebben we de, als ze er zijn, maar ze zijn, oh ja, daar staan ze daar, kijk, de ezels. Dit zijn Humpy en Dumpy, geloof ik, dat ze heten. Even gedacht zeggen, altijd, ze zijn goede vrienden. Hallo Humpy Dumpy. Zo Max, even achter de, kijk je achter de schermen, hoe leuk we het hier hebben met z'n allen. Kijk, hoe aardig zijn, komen er alweer bij, hè. Dus ze willen graag een keer meedoen met Animal Crackers, maar dat kan ik niet beloven natuurlijk, hè jongens. Misschien, blijf je best doen. Ik zou zeggen, we zijn er vanaf 9 december zijn we te zien natuurlijk. Dan zijn we 9 weken lang dit jaar zelfs. 9 weken lang Heel Holland Bakt. En wie er gaat winnen, ja, daar kan ik niks verder over zeggen.